Mijn politieke kleur zal geen invloed hebben op mijn werk als procureur-generaal. Wij dienen een rechtsstaat en dat zal zegevieren. Met deze woorden benadrukte de nieuwbakken procureur-generaal bij het Hof van Justitie, meester Garcia Paragsin, het belang van het opportuniteitsbeginsel van het Openbaar Ministerie en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in Suriname. Daarom is het streven van Paragsin dit orgaan te maken tot een toegankelijke veiligheidspartner die als gelijkwaardige partij het overleg en de samenwerking zoekt met relevante partijen om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. In gevolg van artikel 131 van de Grondwet is elke inmenging in zaken de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig verboden. Ik wil hiermee aangeven dat de wetgever toen al heeft willen voorkomen dat derden die geen belang hebben in een strafzaak zich inmengen in de opsporing en vervolging. Als WG zal ik mij blijven inzetten dat deze grondwettelijke bepaling te alle tijden wordt nageleefd en dat de institutionele waarde van het OM in de democratische rechtsstaat gewaarborgd blijft. Inmiddels is ook aan de hulpofficieren van justitie kenbaar gemaakt dat zij slechts een rapportageplicht hebben aan het Openbaar Ministerie. Het OM neemt een belangrijke positie in het staatsbestel. Het OM beschikt in dit stelsel over aanzienlijke macht. Maar de staatsrechtelijke positie van het OM wordt gekenmerkt door een groot aantal controlemechanismen. Het strafproces gaat uit van de vervolgingsmonopolie en van het opportuniteitsbeginsel. De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoel Baks, voegde eraan toe dat er ten alle tijden met onafhankelijkheid, onpartijdigheid en openbaarheid in bestuur te werk moet worden gegaan. In belang van de rechtsorde in de samenleving zal moeten worden gewerkt conform de pijlers die gelden bij het Hof van Justitie. Laten we daarom bij het hanteren van die bevoegdheden en de macht die dan gegeven is in bevoegdheden, transparant en met beleid het ene ander doen, maar bovenal ook rechtsstatelijk. Voor de collegierechters geldt bovendien, wees onpartijdig en hoffelijk naar de justitiabelen. Daarom heeft de grondwet een onafhankelijke rechter gegeven, artikel 10 van de grondwet. Aan de justitiabelen, aan de mensen van Suriname, aan de burgers in dit land. Niet voor niemandal is dat zo beschreven. Paragsin werd op maandag 14 augustus officieel beëdigd als procureur-generaal bij het Hof van Justitie door president Santokki.